Het is precies 10 jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In 10 afleveringen blikken we terug op 10 jaar koningschap. Vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning. Best veel camera's toch voor een podcast. Zullen we beginnen? Ja. Ik had dus een beetje een soort van out-of-body experience. Als ik boven mezelf wat zweven was. Oh. Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent? Ja? Wat me daar opviel, zei iedereen. Jij weet tenminste wat het betekent, want jij bent de boer verloren. Jouw gevoel accepteren was echt. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dus het had niks te maken met het feit of ik in Griekenland was of niet. Het was dat andere mensen in Nederland niks meer konden doen. En ik ging vrolijk naar het buitenland. En dat was fout voor mij. Ja. Ja? Maar we beginnen weer even met een prietpraatje. Prietpraatje. Dat is toch geen prietpraatje? Nee, we beginnen. Een bloedserieuze interviewer. Ja, nee. Door de ogen van de koning. En wij zijn klaar. Ja, al lang.